Voor de basis- en de kleuterscholen begint vandaag het nieuwe schooljaar 2021-2022. Onze redactie maakte een ronde op 3 scholen en brengt u het volgende verslag. Op de kleuterschool Sophie troffen wij de heel enthousiaste hoofdleidster Irene Chan-Yong-Shu, die de eerste schooldag als een bijzondere dag bestempelt. Omdat we dan kinderen hebben voor de eerste keer naar school komen. En dat is heel bijzonder voor hun, want ze gaan van huis uit naar een heel andere omgeving. Normaliter heb je dat die kinderen heel hard huilen en lang huilen. Maar u ziet het bij ons, het is de eerste schooldag, maar de ontvangst is zo belangrijk. Als je elk kind heel apart houdt en een gesprekje maakt met ze, dan zien ze van, nee, hier kan ik komen. Ik voel me thuis. U hoort het zelf. U ziet het zelf. Hoeveel nieuwe leerlingen heeft u dit jaar? 25 nieuwe leerlingen. Zijn wel vandaag niet allemaal gekomen. Misschien komen ze nog. Dus vooral nu met de COVID-situatie. Dus, maar normaliter komen ze wel allemaal op tijd. Schoolleider Lydia Rotsburg van de Sint Thomas van Aquino school zegt dat haar leerkrachten goed voorbereid zijn op het nieuwe schooljaar. De leerkrachten zijn heel goed voorbereid. Ze waren vorige week al op school plannen. We hebben vergaderd, we hebben afspraken gemaakt. En de organisatie hebben ze vandaag op papier gehad. Dus ze wisten precies hoe ze de kinderen zouden moeten opvangen. En ze hebben trainingen gevolgd online. En vanuit het RKBO hebben ze ook instructies gehad. Wat betreft het voortgangsrapport. Dus ze waren er helemaal voorbereid op. De scholen ondervinden echter ook uitdagingen. Net als zijn collega Rotsburg, zegt directeur Erwin Marto Di Cromo van de Sint-Bernadette School dat met de nieuwe protocollen een aantal kinderen helaas de school nog niet kan bezoeken, omdat de klassen op de scholen al vol zitten. Wij proberen zoveel mogelijk de ouders tegemoet te komen indien er plaats is. Rekening houdende met het maximum aan aantal leerlingen per groep, ja, die aan ons is voorgehouden door het ministerie. We mogen niet al te grote groepen in de klas hebben door de hele COVID-19 pandemie in Suriname. Hoeveel ouders heeft u moeten teleurstellen vanwege het feit dat die klassen al vol zitten? Om eerlijk te zijn, vooral in de kleuterafdeling leerjaar 1 heb ik toch een aantal ouders moeten teleurstellen, omdat er gewoonweg geen ruimte meer is. Directeur Rotsburg zegt dat indien er ouders langslopen voor de inschrijving van hun kinderen, de namen dan vast worden geregistreerd in afwachting op een oplossing vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Voor het plaatsen van leerlingen en andere instructies aan het begin van het schooljaar is het advies de bekendmakingen van het ministerie zo goed als mogelijk te volgen.